Hallo allemaal, vandaag is het de Vriendelijkheidsdag. Vriendelijkheidsdag? Ik ben altijd vriendelijk. Ben je ook altijd vriendelijk? Laten we eens vriendelijkheid tekenen. Teken je dat dan? Vriendelijkheid. Ja, teken je weer gezellig mee? Ja, Vriendelijkheidsdag. Wat ga je daarbij tekenen? Nou, in mijn cursus hebben we het, tenminste bij zakelijk tekenen, hebben we het over degene die iets geeft en degene die het ontvangt. De gebruiker en degene die het koopt, zeg maar. En degene die het koopt hoeft niet altijd de gebruiker te zijn. En dan heb ik altijd als voorbeeld een bos bloemen. Nou ja, wat kan je dan beter doen op een vriendelijkheidsdag dan iemand een bos bloemen geven? Laten we eens een bos bloemen gaan tekenen. En dat is eigenlijk nog helemaal niet zo moeilijk. Het lijkt heel moeilijk, maar dat valt best mee. We beginnen met allemaal rondjes te zetten. Zo. En die rondjes, daar gaan we blaadjes omheen tekenen. Dus het worden allemaal bloemetjes. En het geeft helemaal niet als er een bloemetje tegen een ander bloemetje aankomt. Of erachter verdwijnt. En een bos bloemen zitten de bloemetjes ook wel eens achter elkaar. Dus dat is helemaal niet erg. En hoe dichter ze op elkaar zitten, hoe dichter de bos bloemen we hebben. Dus hoe voller een bos bloemen dat we uiteindelijk krijgen. Zo. Gaan we daar vandaan. Gaan we steden tekenen. Zo. Wacht, we gaan hier eerst een rechthoek tekenen. Dat vind ik leuker, handiger. Want hier, kijk, hier kunnen we ook nog zo stelen tekenen. Allemaal steeltjes naar de bloemen toe. Mogen gewoon streepjes zijn. Doe niet te moeilijk. Kijk, nog een blad. Zo, we kunnen ook allemaal andere bloemen erbij tekenen. Zo. Tegenwoordig is het vaak een mengsel van bloemen, zo'n bos. Kijk, het zijn wat sierbloemen erbij. Een soort torsjes of aren. Nou, dan krijgen we allemaal meer gevarieerdere bosbloemen. En natuurlijk kan je er ook zelf ook nog andere bloemen bij verzinnen. Hè? Je kan hier ook nog een soort nasjes bij zetten. Zo. Goed, allerlei verschillende soorten bloemen. Mag hier in die bos best wel wat donkerder zijn. Zo. Zo. Nou, we hebben best een mooie bos zo. Dan nou gaan we hier gaan we even net iets anders doen met de steeltjes. Hier gaan we ze rechthoekig maken. Zo. Dan mogen we er wat uitsteken zo. Goed. En als we hier dan nog een strik aan maken zo, dan hebben wij een prachtige bos bloemen. Nou, vinden jullie ervan? Ik vind dit best goed gelukt zo. Ik ga zelf nog variëren met verschillende bossenbloemen. Andere bloemen, dat kan natuurlijk altijd. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!